Wat vindt u van die kasteeltuinconcerten tot nu toe? Dat is eigenlijk de eerste avond dat ik ben geweest. Hoe kan dit nou? Omdat ik op vakantie ben geweest. Heb je het niet gemist? Eigenlijk wel, maar ja, ik kan maar één ding tegelijk doen. Ja. Volgend jaar niet meer op vakantie gaan? Nee, eigenlijk niet. Hier ga je andere jaren wel? Maken naar de kasteeltuin? Ja, ik ga eigenlijk altijd op vakantie in de zomer. Wat vond u van de kasteeltuinconcerten? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Wat is u bijgebleven? Ja, ik vond wat er de vorige keer was, de reggae. Bob Marley? Ja, Bob Marley was wel heel erg leuk. Ja, verder. Ja, ik ben niet iedere week geweest, maar wel zo wat. Ja, hartstikke leuk. Dit is het eerste jaar overigens dat ik hier kom. Maar ik heb er twee meegemaakt en ja, leuk sfeer. Wat is de mooiste band die u tot nu toe gezien heeft? Ja, dat vond ik de Queen band wel, ja. Vanavond Hazen, sterkt dat ook een beetje? Nou, ik ben iets minder van een Nederlandse lied. Maar ja, Queen vond ik echt wel voor mij de topavond. En wat denk je dat je gemist hebt? Queen, als het goed is. Imitatie van Queen, ja. Dus daar heb ik eigenlijk iedereen op... De meeste mensen hebben het erover gehad. Ja. Dus volgend jaar of eerder op vakantie of later? Ja, of later, ja. Ik ga liever eigenlijk na de bouwvak op vakantie eigenlijk. Dan kunnen we deze regelen, toch? Ja. Zou je het elke week willen volgen? Ja, dat wel. Het is echt leuk. Want als we dan moeten denken aan misschien een band of artiest, wie zou u graag op het podium zien? Ja, zo'n beetje Nederlandse artiesten. Django Wagner of John de Bever. Ja, vanavond de liedjes van André Hazes. Ja, dat vind ik ook heel leuk.